Hey, Jullie Gaming hier met weer een nieuwe video. Ik heb dus beslist dat aangezien ik een tablet heb, ik ook wel wat gaming video's meer mag maken. Wat dachten jullie van Mario Run? Ik heb er wel al een beetje in gespeeld, maar weet je, zal jullie vast niet boeien, want ik ben niet heel ver gekomen tot nog toe. En daarnaast, de meeste mensen die dit zullen kijken of opzoeken, zullen wel weten dat Mario Run... Wat Mario Run is en wat de verhaallijn is. Dus ik hoef het niet echt uit te leggen. Want het is vrij vanzelfsprekend. De prinses wordt ontvoerd. En je moet haar redden. Alweer. Dat is gewoon typisch Mario. En wie doet het weer? Het reusachtige geprikkeld schildpad Bowser. Dus, heel simpel verhaal. Toch? Lijkt mij tenminste dat het een simpel verhaal is. Ik ga nu dus Mario Run spelen. Oké. We beginnen maar even met de tour. De tour, hahaha, nee. Ja, hij staat wel op zijn Engels, omdat ik zelf een Engelstalige goed persoon ben. Dus dan moet ik ook wel eigenlijk alles een beetje in mijn taal spelen, want alles klopt niet voor mij. Oké, weet je, voor jullie ga ik wel eventjes vanaf level 1 aan. Ik heb toch nog wat munten gemist. Up and over, level 1, wereld 1. Op en over dus, wauw. Oké, nu sluit het weer. Oh, het sluit het weer. Nah. Oh, kan je een pauze klikken, leuk. Nou, ik heb mijn ster gemist. Shit. Even mijn camera plaatsen. Die heb ik ook gemist. Haha. Oké, daar goes. Daar goes. Oké. Alright. Oh fuck, die heb ik ook gemist. Nee, dan niet joh. Helaas maar 2 van de 5 paarse munten. Had beter gekund, maar ik heb hem hiervoor gehaald. Skip, ik weet hem score, boeiend. Oké. We zijn nu al op 3,5 minuten door de film. Ik hoop dat hij er nu niet mee kapt. Want ik heb net nog geprobeerd een Minecraft film te maken, maar die kapt op de laatste moment er in één keer mee. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk een crash of zo, maar ja. World 1-2, kicking, wall kicking in it underground. Oké. Dan ga ik wel wall kicken. Muur jump. Daar is het voor mijn gezicht. Dit lukt niet echt. Oh shit. Zo, spontaan lijk hier. Ik wil niet echt van mij, maar het in één keer lijkt. Zo, volgende buis. Alle muntjes. Zo. Hier goes. Ah.
Oh nee, Pietje aan het voeren natuurlijk. Nou, een beetje oud nieuws dat Pietje aan het voeren was. Mogen ze niet eens iets anders bedenken? Sterk zeg, het. Stem even in, ik bedoel. Ze denken nooit eens wat anders. Oh, Pietje aan het voeren, laten we er weer redden. Wauw. Nee, heel verbazingwekkend. Nou ja. We gaan zelfs Pietje aan. Top. Helemaal top, weer als Pietje aan. Gek genoeg zijn hier geen 8, maar. Wachten we. Laden. Kijk, nu zie ik hier maar 6 werelden. Ik kan niet naar boven scoren of zo. En hier is het eindkasteel al. Dus ja. Start kicking it. Paratroopers in Mushroom Valley, wereld 1-3. En daarna ga ik doen wat ik nog niet gedaan heb, en dat is de kasteel. Rijdt hier een auto bij. Wat gaat er nou boeien? Ja, ik kan niet zingen, ik weet het. Maar boeien. Where are you? Heroes. Hier goes, nu alleen nog het kasteel. Wat? Waar staat hij nou? Oké, dus het is een uitdaging van Bowser ook daar. Oké, 50 toads in totally en ik moet 15 Rosamond hebben. Nou, daar begin ik dan maar eerst mee. Hier moet ik er nog 3 hebben, dan heb ik er eigenlijk al meteen genoeg. Als ik deze allemaal haal, up and over, here goes. Heb ik best afgevond. Ik moet wel eventjes iets halen hier. En als ze met anders dan. Nee! Nee! Is zo normaal. Nee, dan ga ik dus nu halen opnieuw. Retry. We moeten nog wel een beetje inkomen, want ik ben normaal Mario op de Wii en de Nintendo Original gewend. Dan doe ik ook echt de Nintendo Entertainment System uit de jaren 85. Dus ik ga eigenlijk gewoon iedere keer opnieuw proberen tot het me lukt. Sorry voor de saaiheid, maar zo ben ik gewoon. Nee! Nee, nee.
zeg, ja, dat ik het niet menen. Ik moet dus nog 3 hebben. Oké, of 7 of 4. Dat ik er 1 mis. Nee, dat is niet genoeg. Even kijken of ik nog iets van het rems moet heb gedaan hier. Zagen feiten nog steeds, dat is zwart. Even kijken. Dan ga ik wel iets van rally doen, denk ik. Nou, als check deze box al, dat is voor mij. Ik weet dat hier nieuw wat kan kopen uit en ik moest iets van kassen hebben. Dus ja. Zo voor agressie uit dus, dat ik letterlijk een box voor nodig heb hier. Choose an opponent, kan ik dat? Nee, nou, Luke Alex Wolf. Wie dat ook mag wezen. Let's freaking go, jullie game versus Alex Wolf. Ik weet niet wie je bent, maar... Ik hoop dat ik het win, denk het niet. Oh guys, I'm so winning this! Nee, nee, ha! Nee! Oh lot! Je gaat helemaal de kloot in! Guys, waar zijn hier zoveel piranha plants? We gaan nog een stukje weg, oké. En midden er beëindigen, waarom ook niet? Even wachten. Zo te zien. Get a fuck. Nou, ik denk dat ik al win. Daar zijn Alex in één keer veel bij. Nee. Yo, ik win. Oké, ga zeker. Oh, dan moet er wel niet zijn, joh. Zelfs kom ik er eigenlijk precies achter kort. Nou ja, ik denk dat dit een goed genoeg is zo. Dit was jullie Gaming YT met Super Mario Run. Of Mario Bros. Run. Super Mario Run. Nou, dit is zoiets in de context van hoe eindig ook weer. Jullie Gaming. 3, 2, out!